Ik doe nooit voorzichtig. Leuk dat jullie weer kijken naar Confessions nummer 2. Dit zijn er 4, schat. Nummer 2. Het is alweer Confessions nummer 2 en jullie weten wat jullie moeten doen. Thumbs up, duimpjes omhoog. Want pas bij 1500 likes gaan we door naar Confessions nummer 3. En dit, zeggen we er eventjes bij, is wel echt een hele vieze, ranzige Confessions. Want jullie zijn gewoon een steltje oversexte pubers. Die alles van ons seksleven willen weten. Nou, dan moet je gewoon een keertje komen kijken of zo, want... Nou, ze wil dat maar niet doen. Want echt jongens, jullie hebben allemaal gevraagd naar de... raarste plek waar we het gedaan hebben ooit. Ja. Welk standje, nou... favoriete standje, de laatste keer dat we het gedaan hebben, hoe vaak we nog seks hebben. Maar goed, omdat jullie zoveel vragen over seks hebben gesteld, kunnen we er niet omheen dan een paar ervan te beantwoorden. Want we hebben weer... Lucky you! Want we hebben weer een top 5? Ja, 6, 7? We gaan gewoon wat sneller door die vragen heen. Laten we gewoon beginnen met vraag nummer 1. Nee, het is 11. Oké. Vraag nummer 1 was... wat is jullie ultieme guilty pleasure? Heel saai heb ik eigenlijk niet. En mocht ik er ooit een keertje op komen, dan laat ik het jullie weten. Echt, jongen. Zij is doos, hè? Ze heeft gewoon guilty pleasure zo, maar ze zegt het alleen nog niet. Kijk ook kleine kindjes mee. Ja, heel veel die ik lesgeef. Ik heb wel een guilty pleasure. Ik vind het namelijk, nou niet fijn. Maar zodra ik aan mijn kleine teennagel ga zitten... Oh, het is eigenlijk veel te vies, jongens. Dan moet ik die eraf halen. Gewoon tot bloed is aan toe. Het is gewoon echt smeren. Het is ook niet lekker of zo, maar ik heb gewoon de drang... als ik dan aan dat teennageltje ga pulken... dat ik hem eraf moet halen. En laat ik eindig... Nee, ik kan het niet laten zien. Maar ik eindig dus... gewoon met een kleine teen, zonder nagel. Dat is gewoon hoe het er na 5 minuten later uitziet. Of 10 minuten. Hij stopt pas wanneer die eraf is en bloedt. Vraag nummer 2. Wat is één ding dat je aan jezelf zou willen veranderen? Oké, ik ga wel even weg, want ik hoef dit niet te horen. Nou, volgens mij is het niet zo erg hoor. Begin jij trouwens maar. Ik weet wel wat ik aan jou zou willen veranderen. Aan jezelf of aan de ander? Aan de ander. Oh. Oh ja, misschien wil ik het niet horen. Ja, zeg maar, want dan kan ik misschien nog een beetje nadenken. Ik wil dat jij gewoon vaker je troep opruimt. Oh, dat is nog best lieve vergelijking wat ik met jou wilde zeggen. Nou, zeg het maar. Phil ziet gewoon serieus altijd het goede in iemand. Nou, tenminste, dat is natuurlijk hartstikke goed, maar... soms wil ik wel eens wat vertellen over iemand. En dan verdedigt hij diegene altijd. Ik heb altijd zoiets van, je moet de mensen verdedigen die zichzelf niet kunnen verdedigen. Ze zijn hier niet eens bij. Ik wil gewoon mijn hart luchten en dat kan gewoon niet. Dat is toch eigenlijk erg? Jawel. Ik ga weer heel hard huilen hoor. Kom maar. Oké, vraag nummer 3. Hoe gingen jullie eerste keer? Kan jij je die nog herinneren? We zijn nu zoveel keren verder. Ja, weet je. Ik weet het eigenlijk nog wel heel goed. Het was echt schattig. Ik heb veel al echt heel lang. Misschien te lang. Ik was eerst zogenaamd zijn zusje. Helemaal niet, man. Jij zei nog zoiets. Ik was eerst zogenaamd. Eerst soort van zijn zusje. Zusje. Ik weet niet wat er is veranderd. Op het schoolfeest wou je niet dansen, maar nu sta je naast mij. Mij. Maar ik weet nog dat je... Ik weet niet zo goed hoe ik het moet zeggen. Oké, dit gaat er gewoon helemaal niet van komen. Het was in ieder geval iets van... dat hij dacht dat hij voorzichtig met me moest doen.
Dit is wel schattig. Ja. Oh, did she just say that? Ja, ik zei het echt. Oké, laten we snel doorgaan naar de volgende vraag. Kat, doorweg. Vraag nummer... Pauw. Wat als wij nog een kindje willen of blijken te krijgen en dat blijkt dan een drieling te zijn? Zouden we dan abortus overwegen? Als het aan mij ligt, niet. Ik zeg meteen ja. Ik zeg meteen ja. Hangt misschien een beetje eraan in welk stadium erachter komt. Ik zou er denk ik echt op staan. Tuurlijk ga je er op dat moment over nadenken. Het is grappig dat jij nu echt een heel ander antwoord geeft dan ik. We hebben het hier eigenlijk nooit echt over gehad. Maar dan heb je 6 kinderen. En naast de dansschool, naast onze bezigheden, buiten het werk en alles erop en eraan. Daar zouden we gewoon geen tijd voor hebben. We kunnen nu al niet 3 kinderen tegelijk de aandacht geven. Dus dat zou met 6 kinderen dan echt onmogelijk worden. Oké, misschien was het gewoon een beetje naïef om gelijk nee te zeggen. Maar ik zou ze ook niet tegen adoptie af willen staan of zo. Nooit. Nee, als ze geboren worden, dan blijven ze sowieso bij ons. Dus ik zou dan wel serieus overwegen, ja. Om abortus te plegen. Terwijl ik geen voorstander ben van abortus, daar niet van, maar... Hangt er een beetje vanaf in welk stadium erachter komt. Ja. Nou, ik mag hopen dat je met een drieling er niet achter komt als je al 20 weken bent of zo. Nee, oké. Vraag nummer 5. Hebben jullie nog vaak seks? Echt jongens, serieus. Seks. Hoe oud zijn jullie allemaal? 12? Er stonden serieus opmerkingen tussen als van... Wie van de tassen vriendinnen zou je doen? Er stond niet doen. Nee, ik zeg het netjes. Ik vind het zo'n naar woord. Het begint met M en het eindigt met... Nou. Ja, hallo. Keuken? IKEA? Is toch heet? Dat ik hier gewoon zo te zeggen. Nee. Absoluut niet. Ik vind het ordinair. Ik vind het... Nee. Ik hou niet van het woord, sorry. Zeg je tegen sletjes. Ja. En manhoeren. Wat is dat? Ik moest toch de sletjes ook verdedigen? Ja, precies. Jij verdedigt iedereen. Sletjes en manhoeren. Maar goed... Jullie kunnen jezelf niet verdedigen, dus ik doe dat voor jullie. Maar hebben wij nog vaak seks? Nee. En hadden we daarvoor ook niet. Hoe denk je dat die zo goed... Nou ja, hè. Man. Ik niet zo in detail te treden. Echt, jongen. Oké. Nou, vraag nummer... 6. Vraag nummer 6. Oké. Wat vonden jullie het meest aantrekkelijke aan elkaar? Voordat de kinderen werden geboren en nadat de kinderen werden geboren. Nou, ik kan je meteen vertellen, schat. Dat is niet veranderd. Oh, dat vind ik wel heel lief. No. Je voeten zijn echt zo mooi. Wat een pony ben je ook. Punjabi. Nee, je kont. Ja, is die niet verslapen? Normaal denk ik bilspieren, maar die heb ik echt al heel lang niet gedaan. En je ogen. In mijn ogen. Ja. Punten gescoord, nee? Ja, zeker. Oké. Jij moet het nu ook zeggen voor mij. Voordat en nadat de kinderen geboren, ja? Het petje die je droeg vond ik zo mooi. Dat zijn accessoires. Je bent kaal! Ben je kaal? Ben je kaal? Dat wist ik niet. Oké, en door. Je hebt geen antwoord gegeven op de vraag. Ik draai er om mee. Je draait er om mee. Ze kan gewoon geen antwoord geven op de vraag. Horen jullie dat? Heftig hoor. Nee, bij mij was het eigenlijk niet echt uiterlijk. Maar het innerlijk. Veel is gewoon echt heel lief. Af en toe is het gewoon net een vrouw. Gewoon echt zo slap, lief kan hij zijn. Niet eens van hij ziet er goed nee, uit. Nee, hij ziet er goed of uit. Hij stijlt zijn baardje goed of zo. Nee, want je lijkt toch net een bout met je baard. Ik lijk maar... op zijn man. Moet je mannen ook weer stil krijgen kussen, toch? Hij lijkt zijn mannen ook een vlas. Zie je? Oké, zo is dat. Nee, Phil die is eigenlijk gewoon hartstikke leuk en altijd goed gekleed. En hij ziet er gewoon leuk uit. Ja. 6, 7! Bam!
Hoe verliep jullie eerste date en is er iets awkwards gebeurd? Nou. Ja, dit was een hele heftige eerste date. Was eigenlijk niet, is het onze eerste soort van ontmoeting of eerste date? Nou, ontmoeting is gewoon te lang terug, want dat weet ik niet eens meer. Nee, oké, maar onze eerste... het was niet echt een date. Die nacht. Er is een nacht. Veel zijn zogenaamd een raampje komen plakken in mijn huis, want ik ging net in het huis wonen waar we nu wonen. En daar zou een raampje komen plakken. Yeah, right. Die is uiteindelijk gewoon op mijn bed beland. Maar met zijn kleding aan. Ja, want ik kwam om 11 uur 's avonds dat raampje plakken of zo. En hij bleef echt tot, nou denk ik, 3:30 hangen of zo. Zonder te plakken. En wat hij gewoon serieus zei, was gewoon... Het regent buiten. Hey, bullshit man. Jawel, dit zei jij. Nee, jij zei van het regent buiten. Je kan wel hier blijven. Nee. Zo mijn huis 100 meter verderop was. Oké, okay, dat laten we in het midden. Want volgens mij was jij degene die... Nee. Toen ik ga ik... terugzoeken. Weet je, ik heb gewoon serieus berichten van Filmar. Van 2012. En 2013. En 14 en de rest daarna. En die zijn echt te grappig. Ja, nou ja, dus ja, eerste date. Het was niet echt een date. Maar dat was wel echt onze eerste soort van afspraakje. Die gewoon een soort van zakelijk ingezet was. Zakelijk ingezet. Buiten dat, mocht we hebben gewoon niks. Meteen bij mijn klanten blijven slapen. We hebben niks gedaan hoor. Hij is uiteindelijk wel blijven slapen. Maar het enige wat gebeurd is. Volgens mij heb je hem alleen een kusje gegeven. Dus de eerste nacht niks gebeurd. Met een reden. Want ik ben natuurlijk goed bevriend met haar broer. En ik wilde alles behalve daar misbruik van maken op dat moment. Op dat moment? Van de maar situatie. Daarna... Nee, ik vond je echt leuk. Dus ik had zoiets van: ik wil nu niet vannacht even. Van Bill. En daarna. Ik heb hem echt heel vaak afgewezen. Het was eigenlijk zielig als ik het teruglees. Ja, man, ga nu klaar. Het was wel weer leuk geweest hoor. Waren we niet bij de laatste vraag nu? We zouden minder vragen behandelen. Dus volgens mij zijn we er nu. Ja. Nou, dat was eigenlijk alweer de confessions nummer 2. Doe je vinger erbij. Oh, oké. Okay. Ja, nou, hele nasty confessions nummer 2. Jullie zijn echt in een hele vieze, ranzige stemming. Volgende keer iets minder seks vragen, ja? Weet je? En niet dat ik daar niks over wil vertellen, maar kijk ook kleine kindjes mee, weet je? Dus... Ja, inderdaad. Dus dat doen we niet. Geef je een duimpje. Nou, dat doen we niet. We hebben het zojuist gedaan. Oké, maar de echte, hele, vieze... Nasty vragen. Je moet je maar gewoon een keer jezelf komen stellen. Oké, nou jongens, thanks voor het kijken. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen als je deze confessions nummer 2 tof vond. Als je hem niet tof vond, doe dan ook gewoon even een duimpje omhoog. Of get de heer, weet je. En In ieder geval, bij hoeveel likes? 1500 likes. Dan komt er confessions nummer 3. Dus geef een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En dan maken we graag weer een nieuwe confessions nummer 3 voor jou. En dan checken je weer de volgende keer. Woensdag en zondag zijn er gewoon weer de normale vlogs van ons. En we checken jullie later. These are my confessions.